Goedemiddag, welkom bij deze tweede aflevering in de serie Magna Carta Interviews, verzorgd door de Academie van de, voor de Rechtspraktijk in Waardenburg. Vandaag opnieuw het thema topadvocaten in gesprek met topsporters. We hebben al één aflevering eerder gehad, dat was met Barbara de Munnik-Goossens, de advocaten, en Jaap Stokman, dat zal jou aanspreken. De huidige keeper van het Nederlandse hockeyteam. En ook daar hebben we uitgebreid gepraat over de verschillen en de overeenkomsten tussen, nou ja, aan de ene kant topsport en aan de andere kant topadvocaten. Vandaag aan tafel, ik begin met de dame, ongetwijfeld zeer bekend, Fatima Moreira de Mello. We hebben hem nog geoefend, die naam, dus hij komt er goed uit nu. Ja. De topsporter mag ik uiteraard nog toevoegen. En Arend van Wassenaar van Katwijk, jij bent advocaat bij Allen & Overy. En dat klopt. En dat klopt. En dat, ja. waar zitten jullie? Welk? In Amsterdam. In Amsterdam. Nou, we gaan uitgebreid over dit thema spreken. Als je googelt op dit thema, wat ik natuurlijk gedaan heb, dan lees je overal dat iedereen vergelijkt zichzelf met een topsporter. Bedrijfsleven, advocaten. Het is net als topsport. Weet je wel, mijn vak, het is topsport. Moet jij dan lachen als je dat leest en hoort? Dat iedereen altijd maar zegt... En dat bedoel ik van, goh, je moest eens weten wat je dan eigenlijk echt zegt. Nee, ik moet er niet om lachen. Omdat ik ook wel... Ik vind ook dat alles wat je op een hoog niveau probeert goed uit te voeren... Dat vergt training en techniek, skills op een bepaalde manier. En ieder op in zijn vakgebied of haar vakgebied. En dat heb je in het bedrijfsleven natuurlijk ook nodig. Alleen de skills zijn net anders. En het niveau, weet je, dat kun je natuurlijk, daar kun je parallellen in vinden. Dus ik vind dat geen rare uitspraak. De vraag is alleen of degene die dat zegt ook zelf topsporter is geweest. Of die daar iets van kan zeggen. En aan de andere kant of ik dat kan zeggen over iemand uit het bedrijfsleven of uit de advocatuur. Maar het is een gemakkelijke... Ik denk wel dat er heel veel crossovers zijn. Ja. Vooral in investeren van tijd en energie en een bepaald skillniveau. Dat je moet hebben, een talent, om iets heel goed te kunnen gaan doen. Ja. Even nog over jou. Ben je het daarmee eens? Ik vind het ontzettend leuk, want andersom ga je die vergelijking natuurlijk niet maken, die metafoor. Topsport is net topadvocatuur. Ja, precies. Nee, dat is waar. Ja. Je draait hetzelfde om natuurlijk. Topsport is misschien ook iets dat iedereen in theorie zou kunnen bereiken. Zelfs als je gehandicapt bent, dan kan je ook topsporter worden. Jouw top is. Het is heel relatief begrip. Precies, en iedereen zou in theorie in elke sport afhankelijk van zijn talenten dat kunnen doen. Dus het is een droom. Iedereen zou kunnen waarmaken. En er zullen maar heel weinig mensen de droom hebben. Ik wil een topadvocaat worden. Nou, voor mij was topsport dat ik het beste uit mezelf heb gehaald van wat in mij zat. En mijn top zat dus bij het Nederland, lag bij het Nederlands elftal. En uiteindelijk lag de top van het team waar ik in zat, waar ik deel van uitmaakte, lag bij de gouden medaille op de Olympische Spelen. Als je er alles aan hebt gedaan om zo goed mogelijk te worden, dan kun je eigenlijk van jouw top in de sport of in het bedrijfsleven of in het leven in het algemeen spreken. Ik vind het wel heel grappig dat je dat beschrijft helemaal vanuit jezelf. Want jij hebt het natuurlijk ook beleefd zoals je het hebt beleefd. Ja. Terwijl ik als argeloze, ja, dat denk ik zelf, tenminste. Maar dat als argeloos toeschouwer dan een soort lat heb. En alles wat er bovenuit komt vind ik dan topsport. Ja, grappig. Ja. Terwijl het heel erg mooi is zoals je dat zegt. Dat je gewoon ook iedereen kan topsport doen. Ja. Als hij het maar doet. Ben ik het helemaal... Ja, dat vind ik echt. Oh. Ja, nee, maar dat vind ik heel erg mooi gezegd. Maar heb je het leven geleid van een topsporter, vind jij? Dan tot je 60ste? Ook al zou je misschien nog wel 20 jaar... Zoals Fatima het beschrijft. Dus die toomloze inzet, dingen voor laten staan. Ik heb er verschrikkelijk hard voor gewerkt. En dat heb ik ook altijd gedaan. Maar heb je jouw top bereikt? Jouw top. Had je beter gekund of heb je... Voor jouw gevoel, heb je er alles uit jou gehaald wat er in je zat? Als ik heel eerlijk ben, nee. Nou, wow. Ja. Dan heb je subtop advocaat. Ik denk wel. Ja, maar nu komen we in een soort definitiekwestie. Want, ja, natuurlijk. Ik moet even, mag ik iets zeggen over topadvocaat, dat begrip? Ja. Graag. Nee. Want, jawel. Nee. Het moet. Ik ben de baas. Ja. Dit knippen we eruit. Nee, maar ja. Nee, spreek. Nee, maar, ja, tuurlijk. Weet je dat een heleboel advocaten, zoals ik en heel veel groepsgenoten bij de wat grotere kantoren, trouwens ook kleinere kantoren, die gewoon echte topsport doen, echte topstrafadvocaten, hoe je ze allemaal wil noemen. Het woord topadvocaat heeft voor ons een hele negatieve bijklank. Omdat in de publiciteit, als het gaat over topadvocaten, gaat het over Moskovits. Gaat het over allerlei advocaten die altijd bij Pauw en Witteman kwamen. Waarvan ongeveer 3 alweer geschorst zijn of failliet zijn. Ja. Ja. En die werden dan als topadvocaat. Of gingen weer topadvocaat in de fout. Dan wist je al dat het een paar maanden later misging. Of die arme Oscar Hammerstein, zo arm is nou ook weer niet. Die werd op een gegeven moment in de gevangenis gegooid. Omdat hij
ja, beweerlijk allemaal dingen fout zou hebben gedaan. Achteraf is hij gelukkig vrijgesproken. Maar er staat ook meteen topadvocaat in cel. Het heeft altijd, het heeft iets dubbels. Zou je een lijstje kunnen afwerken? Ik kan vertellen wat ik allemaal heb gepresteerd en dat zijn best leuke dingen. En, maar wat heb je dan niet gepresteerd wat je had kunnen presteren? Waardoor je niet jezelf als een topadvocaat... Nee, top bereikt. Nee, van buiten. Nee, maar het is zo... Kijk, ja. Even om het te beschrijven. Als wij haalden met Nels Elftop de Olympische Spelen in Beijing, ja. 2008, haalden we goud. Nou, en toen ben ik daarna gestopt. Dus wat zegt iedereen? Je bent op je top gestopt. Ja. Nou, ik ben niet op mijn top gestopt. Ik was in 2004, was ik veel meer top dan in 2008. Ja, alleen toen haalden we zilver, omdat we de finale verloren. Dus kijk, het team, weet je, de teamprestatie en van buitenaf kan iets lijken... Maar van binnen voel jij of jij echt top bent op dat moment. En jouw top, ja, die is niet altijd gekoppeld aan wat de buitenwereld ziet. Of weet je, dat heeft met zoveel verschillende factoren te maken. Dus ja, dat is precies wat jij zegt. En daarom zeg ik, de top had misschien wel hoger gekund of anders gekund. Ik had nog harder kunnen werken, ik had nog meer kunnen doen, ik had nog meer inzet toen kunnen hebben. Dat soort dingen. Ik denk dat ik wel beschouwd best een topadvocaat ben. Als ik maar dan even los van buiten, anders zou ik hier misschien ook niet zitten, geloof ik. Want kennelijk, ik zei nog tegen Etienne toen hij mij belde, moet je eigenlijk wel mij hebben. Natuurlijk moet ik jou hebben, om die en die reden. Nou, dankjewel. Wat zijn dan de overeenkomsten tussen sporter en in dit geval de advocatuur? Zelf heb ik wel een idee, maar ik ben erg nieuwsgierig. Wat ik wel denk, is dat als je... Maar ik trek het altijd veel breder in het leven. Niet alleen... Kijk, ik ben hockeyster geweest en ik poker nu. Maar ik als Fatima zijnde heb me gewoon ontwikkeld. En dat is dus waar ik voldoening uit haal. En als mens kan ik het alleen maar... Kan ik van mezelf uitgaan, maar heb ik ook wel herkend bij teamgenoten. En anders pas dat je oplossingsgericht denkt. Dus je bent altijd bezig met de oplossing. En met het bereiken van een doel. Dus je gaat oplossingen zoeken en optimaliseren totdat je een bepaald doel, zodat je een bepaald doel kunt bereiken. Of de kans in ieder geval zo groot mogelijk is dat je dat doel bereikt. En ik denk dat je dat heel breed kunt trekken. Ik denk dat jij dat ook hebt. Jullie moeten allebei winnen. Nou, winnen. Doel. Als ik het terugbreng tot de hardware. Ja, maar dan denk je nu advocatuur is de ene tegen de andere en de een kan maar winnen. Ja, dat is dus echt een misverstand. Als ik jou inhuur, wil ik toch dat we gaan winnen met Steve. Ja, maar dan heb je kennelijk iets wat je wil winnen. Dat we winst halen in ieder geval. Wat is winst? Precies, dat is een hele goede vraag. Nou, de winst voor mij, ja, dat... Ja, maar je hebt het dan anders, misschien over een procedure bij een rechtbank of zo. Dat je denkt, dat er kan er maar één winnen. Maar advocatuur is veel breder dan alleen dat. En misschien heb je wel eens gehoord van mediation bijvoorbeeld. Ja. Om maar iets te noemen. Dus, ja, schikken. Schikken. Dus, maar dan zou dat toch ook weer de winst dan zijn uiteindelijk, onder de streep. Wat is de toegevoegde waarde van een advocaat voor zijn cliënt? En een cliënt kan zijn iemand die een echtscheiding ligt van een huurprobleem heeft, maar ook een heel groot bedrijf en een overname die een bepaalde strategie heeft. Dat je die betrokkenen helpt om zijn of haar doelen te bereiken. Dat is eigenlijk wat we doen. En die doelen zijn heel erg afhankelijk van de situatie waar die in zit. Dat wij helpen onze cliënten hun doelen te bereiken. Ja, ja. Maar vaak kennen ze hun eigen doelen niet. Ja. Dus je moet eigenlijk heel veel vragen stellen. En je moet steeds meer vragen stellen. Waarom dit, waarom dat, waarom niet dat, waarom niet dat. En uiteindelijk kom je tot een soort inventarisatie wat ze nou eigenlijk echt willen. En pas dan kun je zeggen, nou zou dat dan niet... Maar voordat je die vraag hebt gesteld, hebben ze eigenlijk zelf al vaak de antwoorden gevonden. Bij topsport is dat doel natuurlijk ietsje sneller duidelijk. Die vraag dat is een metertje, dan kun je zeggen... Hè, nou ja, we willen Olympisch goud, we willen WK goud. Maar eigenlijk is het een hele mooie vraag om individueel aan een sporter te stellen. Van, wat wil jij eigenlijk? Precies. Wat wil jij eigenlijk? Ja. Wil jij gewoon een beetje leuk hockeyen? Of wil je gewoon een beetje leuk de advocatuur? Of weet je, wil je gewoon een beetje leuk bij de supermarkt werken? Of wil jij... jezelf zo goed te ontwikkelen dat jij een grote bijdrage kunt leveren aan het team, zodat de kans groot is dat wij op de Olympische Spelen optimaal presteren. Een belangrijk deel van mijn werk is dat ik, want ik zei dus al, ik zit in bouwprojecten, dus ik help, ik kan ook ruzie maken in bouwprojecten en arbitreren en allemaal van dat soort dingen, maar hoe leuk en uitdagend en intellectueel uitdagend dat is en winst ook daarin kan zitten en yes, we hebben gewonnen, dat zit er allemaal in, maar zelf vind ik nog leuker om partijen die in een bouwproject gaan doen, heb ik het niet even over een dakkapel hier of gierzwaluwen in het kasteel waar we zitten, maar hele grote wegen of ziekenhuizen of spoorprojecten over de hele wereld, als dat kan. Om die zo'n project te laten doen, dat iedereen na afloop zegt, we hebben allemaal een parallel belang. We willen allemaal dat we er lol in hadden. Ja. Heel belangrijk. Dat zie je tegenwoordig ook in contracten zelf, have fun. Dat we het allemaal aan verdiend hebben. Dat iedereen een heel klein zinnetje er opeens tussendoor. Have fun, zei ik. Ja. Dat staat in de contract. Dat staat in het contract. Er zijn contracten waar dat in staat. Ja, dat zijn hele bijzondere contracten. Alliantiecontracten zijn dat. Daar staat dat gewoon in. Echt?
als een doel. Niet als een beginsel. Okay. Ja, ja. Van we gaan zo met elkaar samenwerken. Let's have fun. Dat we elkaar niet de hele tijd de vingers naar elkaar gaan uitsteken. Dat we proberen alle beslissingen die we nemen in het belang van het project. Maar daar heeft iedereen een gemeenschappelijk belang in. Dat we gaan proberen open boek te zijn. Heel erg transparant. Dat we elkaar vertrouwen. No dispute, no claim. Dat is ook zo. En maar dat fun. Is ook teamafspraken die je maakt. Exact. Heb jij altijd gehad die nieuwsgierigheid en die, dat denken over. En ja. Nou ja, buitengewoon in staat zijn om op welk niveau dan ook gewoon pats. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja. Maar was dat ook en had je de als tijd om dat te doen? Nou, niet als kind. Ik wil die sport, tijdens je sport. Of is het dan toch wel echt dit achter het hockeyveld? Hoe bedoel je nou? Laat ik het anders zeggen. Nu heb je misschien meer de ruimte in tijd ook om eens wat breder. Ja. Ben jij anders geworden nu dan je in die periode achter je? Als je nu kijkt naar de. Nou, ik heb me gelukkig als mens wel ontwikkeld in die. Dat is, of was het toen alleen maar hockey? 2004, nou, kijk, de intentie was er wel, maar dit was 2004, nou, dus dat is wel een tijdje geleden inmiddels. Ik ben wel door mijn nieuwsgierige aard. En mijn drang naar ontwikkeling heb ik me wel altijd breder dan alleen een hockeybal en een hockeystick geprobeerd te ontwikkelen. Ik heb niet voor niets ook een studie gedaan. Ik ben altijd ook met andere projecten bezig geweest. Ik had een eigen kledinglijn, een eigen schoenenlijn. Ik vond het leuk om creatief bezig te zijn. Nou ja, dus dat heb ik altijd wel in me gehad. Maar ik had natuurlijk, ik moest meer achter een bal aanrennen vroeger dan nu. Dus ik heb nu meer vrijheid, ook in wie ik wil en kan zijn. En ik moest me toch ook voor een deel committen aan het team en ook conformeren aan wat het beste was voor het team. En niet wie ik nou was en wat dan belangrijk voor mij was. Ja. Daar doe je altijd een concessie in, een soort sociaal contract dat je sluit met een team. Dus gewoon een klein maatschappijtje. Dus, daar was je een uitzondering? Ik ben geen volger, ik ben echt een leider. Dus dan kun je nagaan als ik vraag altijd me af waarom ik iets moet doen. Als iemand zegt loop naar links, dan loop ik niet zomaar naar links. Dan wil ik weten waarom ik naar links moet lopen. Ja, maar er zijn ook mensen die veel volgzamer zijn. En als ik dan naar links loop, lopen mensen gewoon achter je aan. Ja, dat is heel bizar. Als ik bij een nieuw gebouw binnenkom en iemand ontvangt mij, heb ik de neiging om voorop te gaan lopen. En dan betrap ik mezelf daarop dat ik eigenlijk achter diegene aan moet, want ik weet de hele weg niet. Maar dat is wel, en daar betrap ik mezelf op. Dat is gewoon hoe ik ben. Dat heb ik. Dat instinct. Alpha vrouw of zo. Ik denk dat ik zelf meer een informele leider ben. Ik ben niet zo dominant als Fatima zichzelf beschrijft. Ik ben altijd wat bescheidener. Althans, als je tenminste, ik, nee, zonder dat vervelend. Nee, is helemaal goed. Ik stel me op de achtergrond, maar het woord top mag niet meer. Nee, maar ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Maar ik kijk wel even heel goed wat er gebeurt. En ik ben meer een soort herder, laat ik het zo zeggen. En ik kijk op een gegeven moment dus heel stiekem. En ik kijk op een gegeven moment wel, nou, nu gaan we dit en dat en dat doen. En ik heb daar ook een metafoor voor bedacht. Dat noem ik curlingen. En die leg ik ook. Curlingen. Als metafoor. Ik kan helemaal niet eens curlingen. Maar hier, kijk eens. Ik zeg altijd, jongens, we gaan nu, en ik heb een paar van die metaforen, maar een proces in. En op een gegeven moment moet die steen om ons doel te gaan bereiken, moet aan het rollen blijven. Ja. En er mag niemand meer aan die steen komen. Er mag alleen nog maar omheen worden geveegd. Dus hoe gaan we heel subtiel vegen dat die steen er uiteindelijk komt, zonder dat we aan de steen zelf zitten? En dat werkt niet altijd, want soms moet je aan een steen zitten en zo. Maar dat soort, dus en zo ben ik zelf eigenlijk. Ik beschrijf eigenlijk mezelf hierdoor. En ik heb nog zo'n metafoor, dat gaat namelijk over dit in een gesprek, als je zit. Dan zitten we hier, dan hebben we hier onderhandelingen en gedoe. Er zitten allemaal mensen die vreselijk hard erin gaan. En nee, rustig. De bedoeling is dat aan het einde van het gesprek al deze kopjes en flesjes daar staan. En iedere opmerking die wij kunnen maken, en iedere interventie die in het gesprek doen, die heeft invloed op die dingetjes in je hoofd. Ja. En wat jij moet doen is steeds jezelf afvragen wat ik nu zeg, of wat ik nu wil zeggen. Goed is het, gaat dat bijdragen aan het transport van deze het hele bestek, wat die kant uit, of gaat het weer terug? En als je dat één keer bij mensen erin hebt gedreven... Ja, ik heb dat dus moeten leren. Want ik ben heel extrovert. Je gaat meteen, ik ram gelijk erin. En zo zonder ook na te denken over... Ook relaties. Ja, ik ben extrovert, dus dan je ontwikkelt eigenlijk iets liever in een gesprek. En ook je mening vorm je liever door middel van het gesprek. Terwijl iemand die introvertere voorkeur heeft, die denkt er eerst heel rustig over na en komt dan met een gedegen opmerking of weet ik het wel. Ik ben zelf trouwens ook heel extraveerd, maar dus is ook weer een opdracht aan mezelf. Niet alles zeggen wat je wil zeggen. Herken je dat jullie allebei te maken hebben met altijd maar die beoordeling? Ik heb me daar nooit kwetsbaar in gevoeld. Omdat ik altijd wist dat als ik mezelf maar recht in de spiegel kon aankijken of kan aankijken, dan vind ik het oké. Ik weet dat ik het
op het moment dat ik er het meeste uit wil halen en daar alles voor heb gedaan, weet ik dat ik daar vrede mee kan hebben. Dus als iemand daar een andere mening over heeft, of dan kan ik die wel echt vrij makkelijk naast me neerleggen. Ja. Ik heb eerlijk gezegd precies hetzelfde als jij. En ik vind soms dat mensen veel te snel klaarstaan met hun oordeel, en dat zeg ik dan ook. Ja. Maar ik vind jullie vrij een beetje filosofisch daarover haast. Ik ook wel. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Maar ik ook gewoon een feitelijke, ambachtelijke last heb ervaren. Nee, maar kijk, in mijn beroep heb je heel veel verschillende functies en bovendien heel veel verschillende vormen van mijn beroep. Hè? Want de sociale advocaat die alleen maar opkomt voor mensen die verblijfsvergunningen willen krijgen, die doet heel ander type werk. En dat is vaak veel stressiger dan het werk dat ik doe. Want die heeft mensen met heel veel persoonlijk leed achter zich aan. En dan wordt hij de hele dag door gebeld. Ik heb dat vroeger trouwens gedaan, want vroeger toen ik begon moesten we dat ook allemaal doen. Dus ik weet ongeveer wel hoe dat voelt. En dat is echt, daar lig je van wakker, van al die zorgen. Ja, ik doe nu werk waar ik helemaal niet meer van wakker lig, maar wat wel gewoon waardevol is in de zin van het gaat om veel geld, het gaat om veel belangen. Er zijn hele belangrijke mensen bij wijze van spreken bij betrokken en ik moet daar iets mee doen. Waarom gaat men dan naar mij? Omdat men weet dat ik hen kan helpen om een bepaald proces zo in te zetten dat de kans dat ze daar zo goed mogelijk uitkomen heel groot is. En in het proces kan je steeds weer nieuwe beslissingen nemen. Maar de eerste vraag is, welk proces gaan we eigenlijk in? Daar help ik ze bij. Architectuur. Je houdt gewoon het overzicht. En ik houd het overzicht. Ja. En vervolgens gaat die keurlingsschijf glijden. En steeds weer komen er nieuwe momenten dat je kan zeggen, een beetje van dit en een beetje van dat. Met mijn ervaring, ik denk dat zo. En kijk eens, we komen er. Maar en slechts zelden hoef ik te zeggen, nu is het of dit of dat. Als dat zo ver komt, dan doe ik dat ook. Maar je ook. Durft wel verantwoordelijkheid te nemen. Oh, absoluut. Dus. Dat doe ik ook. Ja. En die draag je dan dus? Ja, die draag ik ook. Ja. Waarom durf je dat? Nou ja, dan uit ervaring. En omdat ik weet hoe ver ik overigens daarin kan gaan. Ik ga nooit echt over. Ja, en omdat je weet dat je intentie gewoon goed is. En dat we het allemaal heel erg goed hebben besproken. En als dan gebeurt er iets onverwachts, maar dan is het proces zo ingericht dat we ook met het onverwachte rekening kunnen houden. Ja. Een heel groot baggerbedrijf probeerde in Australië overigens succesvol een hele grote opdracht en een belangrijke opdracht binnen te slepen. Maar daarvoor moesten ze hele andere dingen doen dan wat ze gewend waren. Ze moesten namelijk laten zien wie ze waren en hoe ze werkten en of ze goed konden samenwerken. Het thema waar we het net over hadden. En ze meenden te weten dat ik er veel van wist. Ik ben dan zo dat ik net doe of ik ook heel veel van weet. Maar dus ik had ook die rol. Je neemt ook vaak rollen aan trouwens. Daar moeten we misschien nog even over hebben, zo over rollen. Als dat ook leuk is. Moet je in de even sport. Aan hem vragen of dat als dat, okay. Nou, als dat in de sport laat volgen. Nee, dat je soms een rol inneemt. Je bent captain of je bent vice-captain. Dan heb je ook die rol en dan speel je die rol. Ja, daar hebben we het zo wel even over. Ja. Maar goed, mijn rol was dus coach van dat team. Om ze zo de hele tijd voor te bereiden op wat ze de volgende dag moesten gaan doen. Dat ze zich heel erg goed zouden gedragen. Nou, en toen hebben we het gewonnen. Wat hebben jullie moeten laten om te bereiken wat je hebt bereikt? En dat is iets waar je achteraf van zegt, dat is nou gewoon echt jammer. Nou, weet je, het is misschien een heel erg slap antwoord, maar ik zou het gewoon niet weten. En weet je waarom ik dat zeg? Omdat, waar we het al een beetje eerder over hadden, je wordt uiteindelijk degene die je bent. En ik heb het voor mezelf vergelijkt altijd met, ik doe eigenlijk een soort praktijk nu. Ik heb een soort jas aangetrokken, dat is mijn praktijk. Dat is wat ik doe. En dat is eigenlijk precies, er is niemand die precies hetzelfde doet wat ik doe. Omdat ik nou één keer doe wat ik doe. Ook als ik nu afvraag, wat heb ik nu moeten laten? Ik weet niet, ik had misschien een betere vader moeten zijn of een betere echtgenoot, weet ik veel wat, dat soort dingen. Maar dat is überhaupt in het leven de vraag die je moet stellen. Ik durf de vraag nauwelijks meer aan jou te stellen. Als je gaat zoals maar je gaat. Nou, het is hetzelfde antwoord namelijk. Ja. Ja, dat is heel grappig eigenlijk. Het is eigenlijk, eigenlijk ja. Wel. Ja, zijn twee filosofen. Nee, maar het is gewoon of, zo. Ik ben kreeft. Oh, ja, maar nee, uiteindelijk is dat precies wat het is. Het is niet waarvan jij nu zegt. Nee hoor, want dan zeggen mensen, nou, ik drink nog steeds niet en ik rook nog steeds niet en ik gebruik nog steeds geen drugs. Dat heb ik in mijn topsportleven nooit gaan, maar heel veel mensen zeggen, nou, dat komt dus omdat je hebt gehockeyd. Nou, ik weet niet of jullie wel eens bij Tenancens zijn geweest. Daar wordt heel veel gedronken en ook door de eerste teams. En zeker door de jonkies die dan erbij komen. De derde en denken, helft. Ja. Dan, dat is ook sociaal, is dat gewoon geaccepteerd. Wat is de grootste blunder geweest waar je van zegt, dat was echt, begrijp het niet. Ik ben zo bezig geweest altijd met, iets waarvan je zegt, dat was zo atypisch, zo niet zoals ik ben. Echt bizar. Nou, ik heb mijn carrière 1 of 2 beroepsfouten gemaakt waar ik echt spijt van heb. Ik ga ook heel lang mee, dus dan is de kans dat je dat doet groot. Maar ja, en dat had ook gevolgen? Ja. Had je het anders kunnen doen op dat moment? Nou, een van de meest gemaakte beroepsfouten is dat je een beroepstermijn laat verlopen. Oh ja. En dat is mij een keer overkomen. En waar kwam dat door? Nou, dat was in 1993 en toen kreeg je nog niet alles elektronisch. En dan kreeg je een vonnis en een
altijd van je procureur, om het zo maar te noemen. En ik zat, dat was een Haags vonnis, en ik zat in Amsterdam. En dat vonnis kwam vaak veel later dan dat ik dat was uitgesproken. Soms zaten er een paar weken tussen. En ik had ook het rolbericht niet gezien, wat je wel van tevoren krijgt, waarin het vonnis had gestaan. Dus ik kreeg het vonnis op een dag en ik zag dat ik verloren was. Meteen ook de cliënt een brief geschreven. En meteen in mijn agenda gezet. Oh, dat is 23 april. Dus het verloopt in juli. Mm-hmm. En ik had helemaal niet gezien dat het al in maart was geweest, vonnis. Ik had het gewoon verkeerd in mijn agenda geschreven. Okay. En ik was bezig met... Ja, dit is ook... Dit zijn menselijke... Nou, omdat ik het gewoon beter had moeten zien. En ik was in die tijd druk bezig. Ik moest een boek schrijven voor iets en ik... Als familielid overleden, dus ik was ook niet helemaal goed. Dus er zijn altijd factoren, want je bent maar een mens. Maar ik weet dat deze cliënt... Gewoon... Ik weet dat deze cliënt... Die cliënt heeft er weinig die cliënt heeft, nou, die cliënt... Die heb ik meteen verwezen naar een advocaat om ons aansprakelijk te stellen. Verzekeraar ingeschakeld. Maar weet je dat die zaak... Dit was 1993 dat het gebeurde. Dit feit. Mm-hmm. En nu 2015. Die zaak is nog steeds niet afgewikkeld. En ik heb er niets verder niet... Het gaat allemaal bij mijn vorige kantoor... verzekeraars. En ik weet dat die cliënt daar onderdoor is gegaan. En ik vind het verschrikkelijk. Oh ja. Ja, en dat ik ben en dit is, mijn geval staat niet alleen. Hè, wil ik alleen maar zeggen. Dat gebeurt dus heel veel. Ja. Maar stip je misschien nu gelijk dan het wel... Dat is niet een blunder die ik heb gemaakt. Een blunder is iets dat je iets grappigs doet en dat dan fout gaat. En je zegt, ik heb het verkeerde met verkeerde. Nou, in die zin, nee, het is wel een blunder. Dit is een vaktechnische blunder. Maar het is zo'n klein dingetje... Ja. Zulke grote heel veel leed heeft aangegeven waar iemand arbeidsongeschikt mogelijk door is geraakt. Weet je wel. Dat is echt heel... maar dat je dat moet dragen bij. Ja. Terwijl dat heb je niet om iets slechts te doen gedaan. Maar de vraag aan Fatima is dus eigenlijk geef je nu het bruggetje. Heb je die zwaarte bij de sport ook gevoeld? Ik heb één keer een strafbal gemist op een WK in de finale. Toen hadden we penalty stroke, weet je wel, gewoon zo'n serie. Strafballenserie. En we hadden de eerste. Die neemt er dan 5. Nou, en ik was in de serie was ik eigenlijk de 5e die hem nam, op de laatste. En de eerste 3 miste hem. Of eerste 4. En ik was de enige die hem scoorde. Maar gelukkig miste Argentinië ook. Dus toen stond het gelijk. En toen gingen we naar sudden death. Ja. Maar daardoor, de eerste 2 die hem namen, die durfden hem nog wel te nemen. Als in diezelfde volgorde. Maar de nummer 3, die durfde ineens niet meer. Maar we hadden afgesproken, het blijft gewoon hetzelfde. Maar die begon helemaal te panieken. En zei, nee, jij moet hem nemen, jij moet hem nemen. Ik zei, ja, maar neem hem gewoon zelf. Nou, toen kregen we daar een hele discussie over. Toen ging ik hem uiteindelijk toch nemen. En toen miste ik hem. En dat was sudden death, ja. Dat was sudden death, dus toen waren we dood. En dat was voor mij heel pijnlijk, want ik wilde het natuurlijk goed doen. En het was extra wrang, omdat ik juist de enige was die hem eerst had gemaakt. En daarna was ik degene die hem had gemist. En dat, ja, weet je... Dat was ook heel vervelend, omdat degene die hem dus niet durfde te nemen, daar geen verantwoordelijkheid voor nam. Dat was wel gewoon een pijnlijk moment. Maar ik heb er geen spijt. Weet je, dat is het meer. Ik heb er geen spijt van dat ik hem heb genomen. Kijk, ik maakte hem niet. De keeper hield hem. Het was gewoon net niet goed genoeg. Weet je, dat wordt dan aan één iemand opgehangen. Maar dat is niet de reden dat wij geen wereldkampioen waren voor mij. Het meest zieke ervan is dat ik heel trots was op mezelf dat ik verantwoordelijkheid durfde te nemen. Ja, ik vind het een heel mooi verhaal. Dat is het bizarre. Terwijl als buitenwereld word je gezien als degene die hem heeft gemist. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben als arbeidersjongetje. Ja. Hoe komt het nou toch dat er zoveel advocaten hockeyen en andersom? En hockeyers advocaat zijn? En is het dan toch nog een beetje een elite sport of niet? Nou, het was altijd een soort elitesport, hè, werd geroepen. En dat kan ik heb enige ervaring met hockey, heel weinig. Want ik kwam heel laat op een school waar verschrikkelijk veel gehockeyd werd. En toen was ik eigenlijk zo niet goed erin dat ik even een voorbeeld geven. Ik moest in mijn school hockeyteam, mijn klasse hockeyteam moest ik keepen omdat ik niet kon hockeyen. En dan kon ik dus de strafcorners van Ties Kruijs gaan tegenhalen. Toen dacht ik, deze sport ga ik echt niet aan beginnen. Welke hoek doe je? Dat is wel heel bemoedigend. Ja, maar er zaten 4 man uit het Nederlands elftal zaten bij mij op school. Oh ja, nou wel leuk. Ja. Van de 72. Maar is het er dan lang niet meer? Nee, dus jawel, en ik ben later manager geweest van het dameshockey, eerste team van Groningen Studenten, dat toen nog hoofdklas speelde. Oh, nou dat dus wel, waarom, ja. Maar het was een elitesport en dat is nu niet meer. Minder. Maar kijk, als je dat natuurlijk heel lang roept, dan blijft iets ook zo. Want dan wordt het hoogdrempelig. Want als ik een laag salaris heb of een laag inkomen heb en ik heb een dochtertje en ik hoor alleen maar elitesport, denk je, dat was zo. Dat ben ik niet. Ja, dus dan is het een hokje.
Terwijl eigenlijk, het is gewoon een sport waarbij je met een stick achter een bal aanrent met allemaal andere mensen op een veld. De laatste 10 jaar is dat enorm verbreed. En ook in iedere hoek van het land zijn hockeyclubs door bezorgde ouders, of bezorgde, door enthousiaste ouders uit de grond gestampt. En dat loopt allemaal prima. Nu is het gewoon over, denk ik. Minder, het is gewoon veel minder. Maar het is nog steeds een iets minder laagdrempelige sport dan voetbal natuurlijk. Alleen al om het feit dat je met een hockeystick, weet je, dat is ook al vrij duur, een hockeystick. Ja. Dus dat zorgt toch weer. En het is een moeilijkere sport, durf ik te beweren. Ja, denk ik ook wel. Goed. Allebei bedankt. We begonnen eigenlijk deze uitzending om te praten over topsport en topadvocatuur. Dat werd al heel gauw sport en advocatuur. En uiteindelijk ging het gewoon over twee mensen die doen en gedaan hebben wat ze eigenlijk verschrikkelijk graag doen. En daarin willen uitblinken. Is dat dan misschien de... Of misschien niet eens willen uitblinken, maar ze voor zichzelf in ieder geval zo goed. In ieder geval niet stand-out in de crowd, precies. Dat is het. Dat is een beetje wat het is. Nou. Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid. Bedankt ook voor het kijken. Ongetwijfeld binnenkort een derde aflevering. En dan ook dan opnieuw twee interessante mensen aan tafel. Tot de volgende keer.